Breda Nu. Het nieuwe jaar is weer van start. Dit betekent dat we allemaal goede voornemens hebben voor 2020. Wij vroegen ons af, wat was jouw voornemen van 2019 en is die gelukt? Wat waren jullie nieuwjaarsvoornemens van afgelopen jaar? Meer sporten en gezonder eten. Gezond worden. Minder drinken. Het was om alles positief te benaderen. Hè? Ik denk stop maar roken. Van afgelopen jaar een gezonder leven. Meer met mijn familie aan de gang te gaan. En familiebezoekjes af te leggen en al die dingen. Meer naar mijn moeder te gaan. Die is nu 91, dus zo doen. En dat is wel gelukt, ja. En is dat gelukt, ja? Ja, dat is echt gelukt, ja. Je hebt hem niet eens gemaakt. Dan is, kan ik ook niet vragen of die gelukt is, denk ik. Nee. Afvallen. Is dat gelukt? Een beetje. En die van jou? Ik had er niet echt iets, maar iets minder chagrijnig zijn. Maar dat is een beetje gelukt. En is dat gelukt? Niet gelukt. En ik wens het dan voor het volgend jaar weer. Gaat het volgend jaar wel lukken? Ook niet. Nee. Op mijn leeftijd gebeurt er niks positiefs meer op dat gebied. Nee. En wat zijn de nieuwjaarsvoornemens voor volgend jaar dan? Minder drinken. Gaat dat lukken? Ja. Dat is gelukt. Over het algemeen wel. Fijn toch. En voor volgend jaar, heeft u daar nog een nieuwjaarsresolutie voor? Nou, ik wil op dezelfde voet verder gaan. Nee. En wat zijn de nieuwjaarsresoluties voor volgend jaar? Weer stop maar roken. Gaat dat lukken? We gaan ervoor. Gaan we. Ja. Dat is gelukt. Ik ben 12 kilo afgevallen met gezond eten en sporten. Dus dat is prima gelukt. Ja. Gefeliciteerd. En voor volgend jaar, heb je daar nog resoluties voor? De marathon van New York in november. Dus daar ga ik voor trainen. Voor volgend jaar nog nieuwe resoluties? Nou, weer heel veel naar mijn moeder te gaan. Dat ze lang mag leven, hopen we. Van het afgelopen jaar? Ja. Oh, nee. Ja, eigenlijk hetzelfde doen als het jaar daarvoor. En is dat gelukt? Ja, dat is eigenlijk best wel gelukt, ja. Ja. Voor volgend jaar? Ja, dat is eigenlijk weer precies hetzelfde. Vind ik een mooie voornemen. Ja, nou, het gaat gewoon goed dus. En ik wil ook zo houden, goede gezondheid en prettig leven. Nou, wat wil je nog meer? Nee. Nee. En voor volgend jaar? Gewoon gelukkig zijn. Ik heb niet echt meer, ik heb toch niks van. En voor volgend jaar nog een nieuwe voornemen? Nee. Nee, niet echt. Mislukt toch altijd. Breda Nu.